Wat ik met jullie wil bespreken is het endoplasmatisch reticulum. Wat ik met jullie wil bespreken is het Golgi-apparaat. En de mitochondriën. Nou, laten we eens kijken. Oké. Ik zie hier de celkern. Die celkern die laat ik verder voor wat het is. Daar zit erfelijk materiaal. Dat erfelijk materiaal dat ligt hier vast op die strenge DNA. Die strenge DNA die gaan nooit die celkern uit. Als er iets de celkern uit moet, dan is het een super goedkope kopie van dat erfelijk materiaal. En dat heet dan messenger RNA en dat wordt dan hier afgelezen. Dus de celkern kan je zeggen, die is eigenlijk het stadhuis. Alle scheikundige belangrijke processen worden daar gereguleerd. En hier ligt al jullie erfelijk materiaal. Soms gemethyleerd, sommige dingen niet gemethyleerd, afhankelijk van de cel en het weefsel waar het in zit. Nou, dan gaan we ietsjes naar buiten. Als je ietsjes naar buiten gaat vanuit de celkern, dan kom je bij het ruw endoplasmatisch reticulum. Het ruw endoplasmatisch reticulum, wat het doet, kom ik zo meteen in detail bij. Maar je ziet dat er communicatie is tussen het ruw endoplasmatisch reticulum en de ciskant van het Golgi-apparaat. Komen we zo meteen ook bij. Je ziet het hele Golgi systeem. En je ziet dat de transkant, dat heet de transkant, ziet, dat is van transport. De transkant van het Golgi-apparaat communiceert weer met de buitenkant van de cel. Dat is wat ik vandaag met jullie wil bespreken. En wat ik in het bijzonder wil bekijken nog is, waar kunnen deze blaasjes, waar kunnen die heen? Dus dat is de boodschap van vandaag. Hier beginnen. Ruw endoplasmatische reticulum. Dus nut van het ruw endoplasmatisch reticulum is de productie van eiwitten. Je moet je goed realiseren, deze eiwitten die hier gemaakt worden, dat kunnen gewoon eiwitten zijn die de cel zelf nodig heeft. Het kunnen spijsverteringseiwitten zijn. Als deze cel onderdeel is van een spijsverteringsklier. Het kunnen ook hormonen zijn als deze cel onderdeel is van een hormoonklier. Hier worden in ieder geval de eiwitten gemaakt. De eiwitten worden gemaakt door deze kleine bolletjes op dat ruw endoplasmatische reticulum en dat heette de ribosoom. Ik heb gisteren verteld, hoewel de ribosomen aan de buitenkant liggen, worden de eiwitten geloosd in het lumen. Dat noem je het lumen, dat is eigenlijk gewoon de ruimte. Dus de gemaakte eiwitten komen in het lumen van het endoplasmatische reticulum terecht. Die eiwitten echt, jongens, als ze hier gedumpt zijn door die ribosomen, zijn het ruwe eiwitten. Dus dat betekent, het is niks meer dan een keten van aminozuren, maar het is nog geen werkzaam eiwit. Het is nog geen hormoon, het is nog geen spijsverteringssap, het is nog helemaal niks. Het is een ruw eiwit. Oké, dus hier worden de ruwe eiwitten gemaakt en dan moeten ze naar het distributiecentrum. En ze moeten nog afgemaakt worden. Ze moeten werkzaam worden en ze krijgen nog een eindbestemming. Want over die eindbestemmingen moet ik straks nog met jullie praten. Wat je ziet in het ruw endoplasmatische reticulum, die heeft een manier verzonnen om die ruwe eiwitten bij het Golgi-apparaat te krijgen. Want het Golgi-apparaat, moet je eigenlijk zo zien, dat Golgi zorgt ervoor dat de eiwitten die ruw aankomen, die worden hier volledig afgemaakt. Dus ze worden gefine-tuned, er worden dubbele bindingen aangelegd, er worden mineraaltjes aangehangen, ijzertjes aangehangen. En als ze hier doorheen gewandeld zijn, dan zijn het kant-en-klare of spijsverteringssappen of hormonen of in ieder geval eiwitten die hun werk kunnen doen. Wat je ziet, jongens, is dat van die endoplasmatische reticulum, daar snoeren blaasjes zich af en die blaasjes worden gewoon naar de overkant gehengeld. En die fuseren met de ciskant van het Golgi-apparaat. Nou, de enzymen in dat Golgi-apparaat gaan ermee aan de slag en die bepalen een aantal dingen. Die maken de eiwitten klaar, maar die bepalen ook waar ze heen moeten. Met andere woorden, de eiwitten hier, die krijgen hier hun definitieve bestemming. Er zijn eigenlijk drie definitieve bestemmingen. Hier zie je hem, endoplasmatische reticulum, eiwitproductie, transport naar het Golgi. Vanuit het Golgi, eindbestemming 1.
Hij komt terecht in de lysozoom. Dat heb je gelezen. Dat is een spijsverteringsblaasje. Deze blijft in de cel. Stemming 1, eiwit blijft in de cel. Vanuit het Golgi kan die ook in een secretory vesicle. Dat betekent hij komt terecht in een blaasje die uitgescheiden wordt. Dus dat betekent het is een eiwit wat bijvoorbeeld een spijsverteringssap is of een hormoon is. Het eiwit wordt uit de cel gewerkt. Derde beslissing, derde pad is deze. Kan je niet zo goed afleiden aan de illustratie. Hier staat cell surface. Dus dat betekent als het eiwit dit pad volgt, waar ik deze drie ben, dan komt het eiwit terecht in de membraan van de cel. Dat zijn de drie paden die de eiwitten kunnen ondergaan. Ik wil naar één pad kijken, want ik had tegen jullie gezegd, sommige eiwitten blijven in de cel. En dan moet je alleen naar deze twee illustraties kijken. Kijk, hier zitten ze. Digestive enzymes. Dit is dus dat ene pad van blaasjes die in de cel blijven. Dit is een lysozoom. Dit is het spijsverteringsstelsel van de cel. Je ziet, ze zitten in het cytoplasma. Moet je kijken wat er gebeurt. Hier komt eten. Of een pathogeen. Een bacterie of een virus. Je ziet, er wordt ook een blaasje. En dit wordt gewoon, dit heet eten. Dit is fagocytose, dat zie je hier staan. Fagocytose is eten van de cel. Dat voedselblaasje, dat gaat naar binnen. Dus ik heb hier een voedselblaasje en een spijsverteringsblaasje. Fusie. De boel fuseert. Het spijsverteringsblaasje fuseert met het voedsel. Het voedsel wordt verteerd. Dit is één truc. Tweede rol. Kijk, dat is deze. Dat is ook een mooie. Ik zie hier een oud celorganel. Wat bijvoorbeeld gammel is geworden. In dit geval een mitochondrie. Dat is oud en versleten. Dat moet worden opgeruimd. Ja, maar waar laat je het? Ja, dan breek je het af. Alright. Lysozoom. Lysozoom fuseert met het organel waar je vanaf wil. Organel wordt verteerd. De bouwstenen gebruik je opnieuw. Het laatste orgaan wat ik met jullie wil bespreken. Dit zijn de mitochondriën. Je moet het zo zien. Je voedsel wat verteerd is, wordt opgenomen door de cel. De bouwstenen van je voedsel, laten we in dit geval even zeggen het glucose. Het glucose komt hier naar binnen. In die mitochondriën wordt je glucose volledig afgebroken tot CO2. Je breekt dus glucose met zuurstof af tot koolstofdioxide en water en ATP. In deze mitochondriën, hier vindt de verbranding in de cel plaats. Daarvoor is zuurstof nodig en daarom halen jullie nu allemaal adem. Dus wat je eigenlijk goed is om je te realiseren, als we hier met z'n allen zitten te ademen, haal je adem, omdat in deze mitochondriën nu, als wij zitten te praten, wordt glucose verbrand. En voor die verbranding van die glucose hier, heb jij zuurstof nodig. Wat daarbij vrijkomt, als ik die glucose verbrand, komt de energie bij vrij. En die energie die wordt opgeslagen in een soort accu'tje. En dat wordt besproken in je boek. Want die energie, dat lichaam van mij, wil niet dat al die energie van dat voedsel dat ik verbrand tegelijk vrijkomt. Want dan zou ik een soort gaan... Dat is te veel energie dan ik kan. Dat is meer dan ik kan handelen. Dus die energie wordt tijdelijk opgeslagen in de vorm van ATP. Als je dan energie nodig hebt, dan gebruik ik gewoon die ATP.